Goeiedag allemaal, welkom bij weer een nieuwe vlog, de 8e deze keer. We zijn eerst gaan schoffelen in de planten die we afgelopen lente geplant hebben. En dit doen we met de trekker. Het schoffelen gebeurt tussen de rijen, in de rij zelf niet, maar tussen de rijen met de cultivatortandjes voor op de trekker. Om het centimeter of 2-3 los te maken. En achter de trekker hangt een wieg die de onkruiden een beetje los trekt, bovenop legt en het geheel netjes weglegt. Nadat dit gebeurd is, dit gebeurt ongeveer één keer per week. Ligt er veel aan wat voor weer dat is. Als het nat is, iets minder of iets meer. Als het droog is, wat minder. En daarna lopen we met een hakje door de planten om tussen de planten het onkruid te verwijderen. Vergeet niet om je duimpje omhoog te doen en je te abonneren, want we kunnen heel veel dingen laten groeien op onze kwekerij, behalve dit kanaal. Dat zal toch met jullie hulp moeten gebeuren. Alvast bedankt in ieder geval. Het is alweer een tijdje geleden dat we een vlog geplaatst hebben. Maar ja, zomertijd, vakantietijd, allemaal druk bezig. En dan komt het er allemaal niet van. Het is jammer, ik weet het. Het is af en toe best interessant om zoiets te zien, ik weet het. Maar het gaat af en toe, je kunt maar één ding gelijk en het gaat af en toe wat minder. En het is nu eenmaal zo. Maar dit is van een paar weken geleden in september. Toen was het nog mooi weer. En dan helpt het onkruid hakken wel. Je legt het boven de grond en het droogt uit. En zo ligt het er allemaal weer spik en span bij. Waar we vandaag mee bezig geweest zijn, dat is saai. Hier zie je dat 5 geultjes gemaakt worden in de grond. Het bed zelf is ongeveer 1,40 meter breed. De rol die zorgt ervoor dat je niet te diep gaat en dat een constante diepte aangehouden wordt. En dan zitten er 5 blokken en die maken 5 geultjes in de grond, waardoor je het zaad in kunt leggen. En ik zit weer te prullen met die camera. Alsjeblieft, of de monitor 90 graden draaien of zelf even opschrijven. Ja, ik weet het. Een drama. Alle begin is moeilijk, maar we zijn al even bezig. En ja, het lukt me nog steeds niet. Sorry. Hier zie je hoe we met de hand de zaden in de geultjes leggen. In dit geval Euonymus kardinaalshoed. En als we naast het rijtje ligt, leggen we dat gewoon in, want anders is het volgend jaar en moeilijk met schoffelen.
zo hebben we vandaag niet alleen jeunums gezaaid, maar ook wilde kastanjes, zoals je hier ziet. Weer met die camera. Wilde kastanjes dus. Amerikaanse eikels, Quercus rubra. Eonemus dus, kardinaalshoed. Nog een heel klein beetje Quercus rubra. Gewoon inlandse eik, zomer eik. Die met dat gaatje, hier heeft een wormpje in gezeten. Die zal het hoofd waarschijnlijk wel niet meer gaan doen. In ieder geval, hij is er op de een of andere manier tussen gerold. En hij krijgt nog een kleine kans. Nadat alle zaden in de gultjes liggen, krijgen we het er met een machine. Ja, machine. Met iets over wat de zaden aandrukt in het gootje. Gelijk onderstopt en het zaaibed gelijk legt. Het is simpel, maar het werkt fantastisch. Het is makkelijker dan met een kruiwagen met een paar stenen 5 keer over het bed te rijden en dan dicht harken. Het gaat toch iets sneller, makkelijker en netter. Zo, dit was het alweer voor deze keer. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren en te liken voor onze short video's welke regelmatig opgeload worden. Want dat gaat een stuk handiger dan op te nemen met de telefoon in je handen terwijl dat je met twee handen nodig hebt om wat te doen. Dus graag abonneren en liken. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende. Bye.